Een camera in je straat om de veiligheid te waarborgen. Maar inwoners van Nobelhorst maakt het juist een beetje bang. Als er nu niets wordt gedaan, is er over 5 jaar een tekort aan drinkwater. Onder meer drinkwaterbedrijf Vitens sluit de noodklok. En hoe leuk is het als je ineens je favoriete boek op een bankje in het park ziet liggen? In Lelystad kan het je zo gebeuren. Het is dinsdag 16 januari. Dit is Flevoland. Goedenavond. Ja, de afgelopen tijd zijn er meerdere zware explosies in Almere geweest. En daarom heeft de gemeente nu uit voorzorg een bewakingscamera geplaatst in de Marie Curielaan in Almeerse wijk Nobelhorst. De gemeente hoopt zo een nieuwe aanslag te voorkomen, maar sommige bewoners worden er juist bang van. Iedereen die langs rijdt, zie je wel echt kijken van wat is er gaande. Maar heeft niemand verwacht, zeg maar. Ja. Want de aanleiding is dat de gemeente vreest voor een aanslag hier. Als u dit hoort. Ja, daar schrik je van. Vooral omdat ik ook 4 kinderen heb. En je ziet wel al de informatie natuurlijk online. Voor al de explosieven, vooral in Almere Poort. Dus ik hoop niet dat het zover hier komt. Nee. We worden op de hoogte gesteld, dus middels brieven en verder niks. En wat staat erin? Eerst dat de woning gesloten werd. Toen de tweede brief van het wordt verlengd. En vandaag de derde brief dat ze de woning weer openen, dat de bewoners weer welkom zijn. En ook dat daar de reden voor is dat de camera is geplaatst. Het kan zomaar zijn dat er in 2030 een tekort is aan drinkwater. Meerdere organisaties, zoals drinkwaterbedrijf Vitens, luiden de noodklok. Er moet actie ondernomen worden, zoals het sneller verlenen van vergunningen. Flevoland is een redelijk waterrijke provincie. Maar we zien bijvoorbeeld in de Noordoostpolder en op Urk. Ja, daar lopen we echt wel tegen problemen aan. Ook al de komende jaren. Daar moet echt wat gebeuren. Er is echt actie nodig. Met name in dat gebied in Flevoland. Om die leveringszekerheid van drinkwater ook voor de toekomst veilig te stellen. Gedeputeerde Jacques Simonsen van de provincie is zich bewust van die verantwoordelijkheid. Dat is iets wat wij als provincie samen met alle andere overheden trouwens al heel lang met elkaar doen op het gebied van drinkwatervoorziening. Ook samen met Vitens trouwens. Het drinkwaterbedrijf is in Flevoland vooral op zoek naar meer vergunningsruimte, zodat Vitens op nieuwe plekken water kan winnen. Voor die vergunningen is het bedrijf afhankelijk van de provincie. Met name het gebied op Urk en de Noordoostpolder. Daar denken wij gewoon echt een tekort hebben als er niks gaat gebeuren. Dus we moeten voor dat gebied, voor die gebieden moeten we echt op zoek gaan naar uitbreiding of naar extra winlocaties. Nee, we zien zeker dat Noordoostpolder Urk ook extra aandacht verdienen. Maar ook Zuidelijk Flevoland met hele grote bouwopgaven en drinkwatervragen hebben onze speciale aandacht. Het moet een tandje sneller, want de situatie dat wij niet meer kunnen voldoen aan de vraag, dat komt steeds dichterbij. En er is echt actie nodig om te zorgen dat mensen in de toekomst ook nog water uit hun kraan krijgen. Nou, daar waren wij ons wel van bewust. Dus die vaat zit er absoluut achter. Het is niet zo dat dit rapport daar extra toe aanzet, maar die urgentie die zien wij al hele poos. En wat het drinkwater op Urk betreft, daar is de provincie achter de schermen al mee bezig. Wij zijn bezig met het drinkwater geschikt maken van het IJsselmeerwater. En dat ook aan te bieden aan de vele visbedrijven, bijvoorbeeld op Urk. Nou, dat zou enorm veel schelen in de totale watervraag. En dan creëer je weer heel veel ruimte. Dus zulke acties lopen op de achtergrond ook door. Bij de zoektocht naar de vermiste banketbakker Olaf Roelofsen uit Lelystad in december vorig jaar zijn 5 autowrakken in het water gevonden. De politie bekijkt of die nader zullen worden onderzocht. Stichting Signy, een organisatie die vermiste mensen helpt opsporen, trof de voertuigen aan. 1 op de bodem van een vaart tussen Lelystad in Almere en 4 in Dronten. Wij gaan met de boten het water op. Op de boten zitten honden. Die honden die speuren naar menselijke luchten. En als ze een lucht vinden, springen ze in het water en zwemmen ze naar de plek waar de lucht het sterkst is. Vervolgens gaan we sonaren. Dus we gaan kijken of we wat zien. En als we iets zien wat lijkt op een auto, dan sturen we duikers naar beneden.
De auto's kwamen aan het licht toen Signy op zoek was naar de zwarte Ford van Olof Roelofsen. De 59-jarige man was bijna 3 weken vermist. Hij werd op 18 december gevonden achter brood- en banketbakkerij Prins aan de Havenweg in Lelystad. Burgemeester Jean-Paul Gebben van Dronten heeft aan de Eerste Kamer een petitie overhandigd voor het aannemen van de spreidingswet. Volgende week wordt erover gestemd. De burgemeester deed dat samen met onder meer de Flevolandse gedeputeerde Jan de Reus en allerlei andere politici uit het land. Ze roepen in een gezamenlijke petitie de Eerste Kamer met klem op te stemmen voor de spreidingswet die nodig is om uit de noodsituatie voor de opvang te komen. Om de havenklap worden we gebeld door de staatssecretaris. Heb je nog plek? Want er is nood. We zien allemaal de vreselijke toestanden in Ter Apel. Dat moet gewoon afgelopen zijn. Om de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 in Almere te verhogen, wil de politieke partij DENK dat moskeeën dienst doen als stembureau. De partij wil dat burgemeester Hein van der Loo erover in gesprek gaat met de moskeebesturen. De Almeerse fractie van DENK stelt dat kerken wel vaak als stemlokaal dienen, terwijl moskeeën dat nauwelijks doen. De politieke partij denkt dat meer kiezers te bereiken zijn als moskeeën de deuren openen bij de verkiezingen. Het wrakkenpad in Kruil lag vanmorgen bezaaid met kaas, worst, eieren en flessen wijn. De producten waren uit een bestelbus gevlogen van een kaasboerin uit Friesland. Ze raakte van de weg en botste tegen een boom. Vervolgens vloog al het voedsel uit het voertuig. De 63-jarige vrouw raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft samen met de andere medewerker van de kaasboer het voedsel van de weg gehaald. Praktijkschoolleerlingen willen net als andere studenten een gratis OV-chipkaart. En daarom voeren ze donderdag actie bij de Tweede Kamer in Den Haag. Die praat dan over die openbaar vervoerskaart voor studenten. 60 leerlingen van het praktijkonderwijs in Almere willen ook gratis reizen en sluiten zich bij die demonstratie aan. Bij Pro Almere zijn ze boos. Vanaf 1 januari van dit jaar zouden de ongeveer 12.000 praktijkschoolleerlingen die stage lopen een OV-kaart krijgen. Dat was de harde toezegging van voormalig minister Dennis Wiersma. Maar vlak voor kerst kwam de boodschap dat de leerlingen de kaart toch niet krijgen. En dus is directeur Bertien Hoek van Pro Almere teleurgesteld in de politiek. Ik vind het wel onrecht en het maakt je ook boos. Omdat we hebben het maar over kansengelijkheid en al dat soort termen. Terwijl onze leerlingen het juist zo hard nodig hebben. Ze hebben het allemaal niet zo breed. Dus een vergoeding voor naar je stage te kunnen gaan, nou dat helpt ongelooflijk veel. En vergroot dus ook je kansen. Omdat je dan op plekken terecht kan komen waar je heel graag stage wil lopen. In plaats van dat je naar een plek moet die dichterbij is. Omdat je niet het geld hebt om het openbaar vervoer te betalen. En daarom zijn wij ook eigenlijk heel boos. Modesty Braafheid is een van die leerlingen die nu geen OV-studentenkaart krijgt. Zij vindt zo'n kaart om tijdens haar stage vrij te reizen in het openbaar vervoer heel belangrijk. Want als een leerling gebruik je de bus heel vaak en de OV. Dus ik vind het wel best belangrijk en het is best duur. En sommige mensen kunnen er niet voor betalen, dus ja. Nou ga jij donderdag ook naar Den Haag. Wat zou jij zeggen tegen Politiek Den Haag? Ja, dat het oneerlijk is en dat wij ook het recht hebben op een OV. Want wij zijn ook kinderen die natuurlijk naar stage gaan en naar school moeten. En het is best duur, een OV. En sommige mensen natuurlijk, net als ik al zei, kunnen niet betalen. Modesty gaat dus aankomende donderdag naar Den Haag. En zij is niet de enige. Net als Pro Almere zijn er nog veel meer praktijkonderwijsscholen die met leerlingen naar Den Haag gaan donderdag. En we staan dan bij de ingang van de Tweede Kamer om nog eens flyers uit te delen waar heel kort op staat waarom wij dit onrecht vinden voor onze leerlingen. En die gaan we uitdelen. Ja, hoe leuk is het als je ineens je favoriete boek op een bankje in het park ziet liggen? In Lelystad kan dat gebeuren, want daar worden boekjes achtergelaten voor andere lezers. Je kunt het in Lelystad op verschillende locaties tegenkomen. Mysterieuze plastic zakjes met boeken. Het is geen afval en het is niet dat iemand het is vergeten, maar het wordt samengesteld en bewust achtergelaten door onder meer Ger Koreman.
elke avond lopen hier een aantal mensen een hondje uit te laten. Nou, hoe mooi is dat als die langslopen met een hondje, dat ze zo'n boek meenemen. Dat zou toch leuk zijn. En als je denkt, nou het is niks, laat het lekker staan voor een ander. Dat is de achterliggende gedachte. Ger Koreman is de initiatiefnemer in Lelystad en deed het idee voor de zwerfboekjes op in België, waar het al langer wordt toegepast. Het is ook een alternatief voor de boekenkastjes die je bij mensen voor het huis aantreft. De boeken hebben geen specifiek thema. Hij doet gewoon een willekeurige greep uit zijn boekenkast. Ik doe eigenlijk van alles wat. Er zitten verhalen bij over de Eerste Wereldoorlog. Er zitten romans bij. Dit is van Paulien Cornelis, dat is ook een heel bekend boek. Hè? Maar dat heb ik allemaal gelezen. En ja, op een gegeven moment heb je dat wel gehad. Nou, ik schrijf zelf boeken. Dit is mijn laatste boek, Slinterend over Eulandhorst. Dat gaat over de begraafplaats, met alles wat met begraven te maken heeft. En dat pak ik zo netjes in, zodat het voor het regen en sneeuw, dat het droog blijft. Bijkomend voordeel is dat hij zo weer ruimte creëert in zijn boekenkast. En waar veel mensen inzetten op het opruimen van de stad, laat Ger Koreman steeds vaker bewust dingen achter. Zo zijn er al meerdere boeken in het centrum achtergebleven. En hij daagt anderen uit om hetzelfde te gaan doen. Dat zorgt wat hem betreft voor gezelligheid en verbinding. En om te voorkomen dat mensen de boeken weggooien, voorziet hij het pakketje van een kaartje. Ja, op dat kaartje staat proficiat. Je vond een zwerfboek. Neem mij mee. Of laat mij liggen als je niet graag leest voor de volgende vinder. Dank je. En dan staat er, lees het boek en geniet. Lees het daarna opnieuw. Laat het daarna opnieuw zwerven in Lelystad. Vergeet het plastic zakje niet en dit kaartje. Het zou fijn zijn als je deze vond komt melden op de Facebookpagina Zwerfboek Lelystad. Ger Koreman is 2 weken geleden begonnen met het verspreiden van deze zwerfboekjes in Lelystad. Maar is dat wel zo handig in de wintermaanden, nu het nat en koud is? Want dan komen mensen toch maar weinig buiten. Nu ben je veel binnen, dus lees je boeken. Veel mensen lezen 's winters alleen maar boeken en 's zomers doen ze andere dingen. En wat als baldadige jeugd de boeken weggooit? Of mensen niet doorhebben dat het om een zwerfboek gaat? Dat is dan jammer, daar kan ik niks aan doen. Maar dat lijkt me niet als je een boek vindt wat zo ingepakt is, dat je dan bij jezelf denkt dat heeft waarde. Dat moet iets zijn, anders doe je dat niet. Lijkt mij. Ger Koreman hoopt dat veel stadsgenoten zijn initiatief omarmen en ook boeken gaan delen. Daarna zou hij het leuk vinden ooit ergens in de stad een boek aan te treffen die hij zelf ooit op een willekeurige plek heeft achtergelaten. Ja, dat was Dit is Flevoland weer voor vandaag. Ja, blijft het buiten winters of gaat het voorlopig toch niet meer sneeuwen? Je hoort het zo van Robert de Vries. En een fijne avond voor nu en graag tot morgen. Dag.